Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Terco Craft. Vandaag gaan we een speciale aflevering doen. Ik ga jullie gewoon laten weten wat we allemaal bij onze opening binnenkort terug gaan openen. Ik sta eigenlijk achter de inkom, aangezien de inkom volledig vernieuwd is en omdat we die nog niet willen prijsgeven hoe die eruit ziet. Maar de Main Street heeft grotendeels van jullie al gezien. Dus die gaat ook terug mee open. Rechts kan je stukken van China zien. Dat is nog nooit open geweest. Dat gaat ook nog niet mee open. Het Reuzenrad gaat mee open. Dat is eigenlijk alles van de Main Street ook verder. Even snel mezelf draaien. Zo. Hier in het bos, dus in Fantasy Forest, daar gaan de attracties die destijds allemaal open waren ook allemaal terug open. Voor Dwarf Mine zijn er Enkele aanpassingen gebeurd. Er zijn ook eindelijk models voor gemaakt. Dus je zal ook gebruik kunnen maken van de models in ons uh, park. Zo. Fantasy, De uh, um, Fairy Tree, die gaan we proberen ook in orde te krijgen. Dus een vraagteken of dat gaat lukken. Ik weet niet wanneer we juist gaan opengaan, september of oktober. Als het september is, dan gaan we het Dolof sowieso nog heel eventjes gesloten houden. Aangezien dat we het dolof meteen gaan klaarmaken voor Halloween. Dus als we in oktober open gaan, ja, dan is het meteen gewoon het dolof ook mee geopend. En zoals grotendeels al wel gedaan heeft van de personen die al in het park zijn geweest. Dat is Adventure. Daar is iedereen al wel een keer in geweest denk ik. De poortjes die werken momenteel nog niet. Dus ik ga even snel proberen nog instappen. Ik weet niet of het lukt. Nee. Deze is ook... Ondertussen volledig klaar. Met één treintje aangezien het zo een gemotoriseerde achtbaan is. En ja, die models dat zijn nog eigenlijk altijd dezelfde models als vroeger. Daar hebben we geen aanpassingen aan gedaan, omdat we dat toch wel een leuke model al sowieso vonden. Voor de andere attracties die er zijn, zijn ook allemaal models. Dus we hebben ook een model voor onze droptoren. Momenteel zit die er nog niet op. Maar die gaat er wel een van de dagen ingezet worden. Zodanig dat ook hier het model klaar is. Ook is er een model voor de um, Entriver. Dus de bootvaart, die gaat ook een mooi model krijgen. Dat we, gaan we allemaal instellen. Het kan zijn dat we hier of daar nog dingen gaan moeten aanpassen van hoogte van bruggen of van die dingen. Dat gaan we allemaal nakijken met de models. En natuurlijk gaan we zorgen dat het voor jullie een hele leuke beleving gaat worden om in Terco te komen binnenkort. Voor sommigen van jullie gaat het al veel sneller kunnen gebeuren dan voor anderen. Hoe? Wel, binnenkort gaan er in onze Discord in totaal vijf foto's verschijnen. Die foto's die gaan een link hebben naar een bepaalde attractie of een bepaald evenement vanuit het verleden. Je kan informatie vinden in de vorige filmpjes van TercoCraft, als je die nog niet gezien hebt. En de persoon die dan als eerste onder, het film, of onder de foto. Um, op Instagram gaat antwoorden. Of op de Discord zelfs. Ik denk Discord, Instagram, dat het op allebei gaat komen. De allereerste persoon die antwoordt op één van deze twee dingen. die persoon die krijgt de um, privilege om eigenlijk ja, vroeger in het park te kunnen komen. Dus die gaat beta-tester worden. Het gaan in totaal vijf personen zijn en enkele personen die. Komen livestreamen, die ook al mee in het park gaan komen om al stukken te laten zien van wat er allemaal gemaakt is. Het is wel de bedoeling als je beta-tester wordt dat je ook mee gaat kijken waar er eventueel fouten zijn, waar je over omheiningen kan springen en dat je dan ook de informatie gaat doorgeven van hé, hey, daar zit nog een klein foutje, dat moeten jullie nog oplossen. En op die manier is het een win-win situatie. Jullie kunnen vroeger in het park en wij kunnen eigenlijk onze kleine foutjes er nog uithalen. Binnenkort komt er hierover veel meer informatie. Voor vandaag gaan we het hierbij laten. En ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!